Ierland gaat, zo dacht ik gezien te hebben, zo dadelijk de wedstrijd beginnen. En dit is Per Laurensen, de Deen. Die wordt gevolgd door Conny Finnen uit Ierland. Deze dames kennen we de namen niet van. Wel weer van deze man, dit is Jan Hofman. In de jaren 90 speelde hij op Lakeside nog. Het is Ierland dat als eerste gaat gooien. En het is William O'Connor die het bal gaat openen. Naar de Noord-Ieren dus nu de Ieren. En waar de Noord-Ieren als zesde geplaatst zijn. En de Ieren dus als achtste. Denemarken, de ploeg uit de tweede pot. De tweede groep van acht landenteams. Dat won vanmiddag met 5-4 van Zuid-Afrika. Maar er was wel het een en ander voor nodig. Ja, dat was een hele rare wedstrijd. Want Denemarken kwam in die partij 4-1 voor, omdat Zuid-Afrika een paar handen vol met dubbels wist te missen. Om ook wat legs af te snoepen. Nou, toen leek het allemaal de richting van Denemarken op te gaan. Maar ja, die miste vervolgens 12 matchdarts. Om die wedstrijd of met 5-1, of met 5-2, of met 5-3 te winnen. Maar uiteindelijk, met matchdart nummer 13 was het raak. Maar ja, toen was het maar 5-4. Ja, dat betekent dat je nog maar moet afwachten. Ja, eigenlijk moet je dan deze wedstrijd ook winnen. Om het in ieder geval in eigen hand te houden. Dan ben je eerst in de pool, ben je zeker door. Maar als je deze wedstrijd verliest met, ik zal maar even zeggen, 5-3. Dan heb jij een negatief leg saldo. Dan moet je hopen dat in dit geval Ierland ook van Zuid-Afrika wint. En dan ga je mee door. Of dat die andere overwinning jouw richting opgaat. Dat Zuid-Afrika met 5-2 misschien van Ierland wint. Kortom, dan moet je gaan zitten rekenen. Dat wil je niet. Nee, dan ben je van anderen afhankelijk. Ja. Eerste leg voor de ploeg die hem ook begonnen was. Het koppel dat hem begonnen was. Ierland. Exact gelijke score in de eerste beurt. 100. En dan Conny Finnen, die deelnam aan het WK van 2012, maar in de voorronde er al uitging. Dat is dus niet het afgelopen WK, maar het WK daarvoor. En haalde ook ooit één keer de kwartfinale van de Winmau World Masters. 100. En is dus nu de tweede man. En dit is de eerste, William O'Connor. 85. O'Connor, de nummer 54 van de Order of Merit. Finnen staat een stukje lager. 65. En O'Connor doet dit goed. We zetten hem op tops weg. Dat betekent dat Hofman een goede finish nodig heeft. 104. Triple 20 voor dubbel 18. Niet gegooid. En dan is de voorzet gegeven door William O'Connor. En dan moet Conny Finnen hem binnenkoppen. En dat doet hij ook feilloos. En dan is het 2-0 voor Ierland. Dan hebben we de eerste break ook gehad. En gaat
O'Connor meteen weer verder in leg 3. Nou, als je dan terug wil komen in de wedstrijd, dan is dit niet zo'n goed begin van Per Laursen. 121. De Ieren gaan vrolijk verder. De Ieren die tegen een gemiddelde staan te gooien, tot nu toe van bijna 108 per drie pijlen. Dat is een lekker gemiddelde. 59. Gaat nu wel een stukje naar beneden. Dan kijken we naar de Denen. Die staan op nog geen 78. En dat gaat er niet beter op worden. 81. Ja, toch wel iets. Toch een fractie. Niet wat Finland zich gewenst had voor zijn maat O'Connor. Ja, de Denen komen lang niet op een finish, dus heeft Ierland alle tijd. Triple 20 kan dus gewoon. Het hoeft niet naar de 19 toe. Dan mag hij aan zijn maat vragen welke dubbel hij het liefst heeft. Ik neem aan dat ze dat van tevoren hebben afgesproken. Dubbel 20, dat is de dubbel waar Finnen het liefst op gooit. Het zal wel raar zijn als ze het niet hadden afgesproken, Jacques. 100. Of dat ze tussendoor nog even afspreken, dat kan ook natuurlijk. Hoe dan ook. Hij gooit hem met zijn eerste pijl, dus het zal afgesproken zijn. Ja. De Ieren op volle stoom. 44. De Denen komen er voor ons nog niet aan te pas. 137. De Denen hebben we nog niet één keer voor een dubbel mogen gooien. 81. Goeie dag zeg. Het gaat wel heel makkelijk. En bij de Denen lijkt het wel steeds slechter te gaan. En een beetje gemiddeld. We hebben nog geen team gezien dat zo'n gemiddelde heeft laten zien. Ja, misschien klikt het wel gewoon tussen deze twee mannen. Het zou zomaar kunnen natuurlijk. Het heeft er alles schijn van, Jacques. Over. En nu nog 40. En Jan Hofman in de leek die Denemarken ook begonnen is, moet 139 wegpoetsen. Dat gebeurt niet. Verre van zelfs. Dubbel 10 voor Conny Finnen. Nee. Nou, kleine opening voor de Denen dan. Bol gemist, triple 19, ook niet. En dan kan hij alleen nog tops overlaten, dat doet hij wel.
En dan hebben ze nog steeds niet voor een dubbel gegooid. En Ierland heeft dat nu 8 keer gedaan, waarvan 4 keer raak. En 4-0 dus. En dan ook nog dit begin aan leg nummer 5. En dat kan de leg zijn als de Ieren die ook nog gaan pakken. Ze zijn op slot van rekening zelf begonnen, dus waarom niet? Die een 5-0 overwinning brengt. En dan wordt Denemarken dus volledig afhankelijk van de wedstrijd morgen tussen de Ieren en de Zuid-Afrikanen. Ja, als Zuid-Afrika morgen wint van Ierland, dan gaat Zuid-Afrika gewoon door. En Ierland. Dan liggen de Denen eruit. Dus Denemarken moet vanavond nog even goede vrienden worden met de Ieren. Nog even een Guinness aanbieden, denk ik. Als het hier te krijgen is. En zeggen, doe je best morgen tegen die Zuid-Afrikanen. Dan zijn wij ook door. Ik denk vooral veel Duitse merken. Dat is 6 bij elkaar gegooid. Nog 20 erbij voor Finnen. Dat laat geen finish. Maar ook Denemarken komt niet op een finish. 97. Een coole kicker is dat, zegt die O'Connor. Nou, dan gaat hij dan Finnen. Dat is een enkele 19. En dat is dubbel 20. En Ierland rost Denemarken van het podium werkelijk. Gunt de heren Laursen en Hofman geen lek. En wint dus met 5-0.